Voor de verkiezingen van 25 mei 2025 zal gelden dat de leider, politieke leider, knap zal moeten zijn. Hij zal vooral ook integer moeten zijn en hij zal sowieso vertrouwen van die totale samenleving moeten dragen. We spraken hierover met parlementariër Henk Afiankooi. En Afiankooi die zegt er helemaal geen twijfel daaraan te hebben dat de huidige president Chandrika Prasad Santokhi aan al deze eisen voldoen. En hij zal dan daarom wederom de next president van Suriname worden. U hoort parlementariër Henk Afiankooi van de VHP. We hebben een bepaalde cultuur in dit land, werkelijk dat leiders populair moeten zijn, de Mamegi show, dan ben. Maar ik denk dat het komende verkiezingen juist die zaak moet omkeren. Het volk moet slim zijn. Het volk moet kiezen voor leiders die het land niet hebben vernietigd. Maar juist in tijden van crisis in staat zijn om het land uit de crisis te halen. Je praat over slim. Ja, het volk gaat slim moeten zijn. Waren ze niet slim in 2020? Ja. En heeft toch slim gestemd? Ja, het volk was slim. En daarom hebben ze voor een leider gekozen die de crisis nu met zijn team kan beheersen. Maar stel je voor, het beleid van 10 jaar geleden was voorgezet. Dus kijk, wanneer ik praat, dan denkt men, ja, je taxane. Kijk, omdat wij Surinamers, soms heb ik het gevoel dat we niet gaan onderzoeken. We vergeten snel. Waardoor, kijk, we zijn langzamerhand, als je kijkt naar cijfer macro-economie, langzamerhand komen we eruit. Maar wat krijg je? Dat een deel van het volk, juist zegt, nou, naar een keer in die creëren probleem. En dat bedoel ik eigenlijk met slim. Omdat wanneer je zo'n grote crisis hebt, economische ravage, ja, neem het wel tijd hoor, om te herstellen. Andere landen, men kijkt soms naar Singapore, waar ze nu zijn, maar ze hebben 52 jaar erover gedaan. Dus als je weer gaat kiezen voor de populisten, noem ik ze, wat denk je dat gaat gebeuren? Dan heb je een straten vol met geld. Op den duur gaat het op, want alles wordt geconsumeerd. Je moet denken aan ontwikkeling. En de huidige president, hij wordt niet in dank afgenomen dat hij durft om bepaalde zaken door te voeren om de economie te herstellen. Maar dat is dat. Wat voor andere keuze hadden we? Ik bedoel, moesten we doorgaan met lenen en alles subsidiëren? Zelf de multimiljonairs, dus waar je alles weggesmokkeld wordt, al je olie. Dus dat bedoel ik eigenlijk met slim. Het volk moet niet gelopen alles wat men in propaganda podium zegt. Want iedereen is nu, iedereen, alle de mensen broek akondre, allemaal aan Messias noem. De sabe moro als ma, padolose op, maar 10 jaren lang. Vanaf 80 hebben bepaalde mensen de kans gehad om iets ervan te maken. We hebben een boel ervan gemaakt. En dus nu zijn we goed op weg. En ik, uit het diep van mijn hart, ik blijf het herhalen. Eén lijn volken, Chan komt terug. Omdat die mensen wijzer zijn geworden. Dan moeten we gaan twijfelen aan de leiderschapskwaliteiten van Chandrika Prasad Santokhi. Mede gelet op vele kritieken die erop hebben. Op hem is? Nee, we moeten niet gaan twijfelen. Ik twijfel althans niet, want weet je hoeveel mensen, kijk, je werkt in een coalitieverband, waar anderen niet begrijpen en steeds andere mensen, ja, m'jag die sigwe, maar dat is geen leiderschap op den duur. Misschien had je een hele regering vervangen. Maar zodat de oplossing zijn, je moet juist in tijd van crisis boven de situatie staan en zeg nee, en hier gaan we. En dit gaan we doen om te. En zie je het werk, het begint vrucht af te werpen. Kijk maar naar de inflatiecijfer, kijk maar naar het vertrouwen van het buitenland. Ook intern zie je dat meer en meer vertrouwen komt. Kijk, we moeten geduld hebben. Maar dat, niet dat ik u in reden val, maar dat vertaalt zich heel weinig nog
heer Afian Kooi naar portemonnee van de mensen, naar de zakken van de mensen. Want uiteindelijk keken ze daarnaar. Ja, het klopt. Vandaar dat ik zei, macro-economisch zijn we op de goede weg. Nu moet het vertaald worden naar micro-economisch, waarbij Alasma, diegenen die het nog heel moeilijk hebben, want een groot deel hebben het, heeft het nog heel moeilijk, dat kunnen zien in een, zoals ze aangeven, in een portemonnee. En het is in een portemonnee, omdat de basisgoederen door wat gebeurd is in de afgelopen jaren nog een beetje te hoog zijn voor die mensen, weet je, waardoor dat een soort van wrok, wrievel opwekt bij de volken. Vandaar dat ik pleit nog steeds dat ons sociaal programma goed moet zijn. Want je hebt, ik denk, 140.000 of 100.000 mensen die in het pakket zitten. Maar dan hoor je 2 maanden niet ontvangen, dan weer 3 maanden, dan weer aan Ubuntu. Want ja, dat is de bedoeling. We hebben hier een herstelprogramma aangenomen. En de bedoeling is dat het sociaal programma, dat moet opvangen wanneer die subsidie weggehaald wordt. Maar als die mensen die gelden niet op tijd krijgen enzovoort, vooral die oude vandaag en de gehandicap, de minder daadkrachtige, dat die moet op tijd gaan naar Amlolotok. Het moet samen gaan. Anders, je kiest van scheve groei toch. Dat die subsidie gaat toch weg. En toch, het sociaal programma wordt niet goed uit te voeren of komt niet goed tot uitdrukking. Kijk, dat van elektriciteit. Ik heb mensen die me bellen zeggen, joh, ik heb niet eens meer een bedrijf. Maar ik betaal nog steeds, als ik die rekening krijg van 7.000 per maand. Nou, hoe moet ik ermee omgaan? Dus je probeert overal adviezen te geven hoe ze het kunnen aanpakken. En deze mensen moeten ondersteund worden met het sociaal programma. Dus ik weet dat het alles nog niet is. Maar oké, laten we zeggen, 2025, je haalt dan Tokyo weg. Ja, en wat? Wat? We zitten nog steeds met diezelfde schulden. Diezelfde problemen zullen er komen. Nu hebben we vertrouwen hier, geld, herschikking. Er is de afgelopen 4 jaren heel veel gedaan. Ja, maar net wat ik zeg, wat de brieven zeg nog, wat nog men nog niet begrijpt en nog niet klaar, zijn de prijzen in de winkel. Want iedere dag, alle dingen gaan winkelen toch? En alle dingen is de prijs, ik ga maar 2000 gulden, ik ga door een klare positie denken, weet je, dus dat moet beter gecoördineerd worden. En dat vandaar dat je ziet dat de president nog meer met de commissie probeert te werken, alhoewel ze een bepaalde van ze, dan vraag je af wat ze allemaal uithalen. Maar het moet beter zijn. En als mensen niet duiken, moeten ze plaats maken voor anderen die het wel willen doen. Je ziet het probleem bij grondzaken. Met Jagab, een minister en wat. Het probleem gaat ook daar zijn, omdat de onderlagen, alles moet in plaats zijn. Maar want ze gaan wroko ga konderen. Want je hebt andere mensen naar zo. In ik-vorm praten ze. Ik, mi, dis mi no boom, dis mi. Ja, maar laten we ook denken aan het land, aan het volk, aan het belang van het volk, van het land op lange termijn. Anders gaan we nog over 50 jaar hetzelfde probleem, maar we praten te veel in dit land. Plotseling allemaal naar deskundig. Allemaal, op alle mannen te taken. Je taak me gado voor man, die de president, jong. Alle problemen los op. Brada, Ganet. Laat mij je niet voor de gek houden. Het zit niet zo aan elkaar. We moeten meer gaan luisteren en meer gaan lezen naar de instantie die de juiste informatie kunnen doorgeven. En niet afgaan op Facebook en begin uit te schelden. Je bent ready, moest en weet ik veel. Nu is het aan andere. Wie broedt men eet, wie taal men wil. Welk praat de taal van wat ik zie dat goed is. Die taal praat ik. Als ik zie wat goed is voor het land, dan met takator op de lauwlauwman zijn we kosie, wandering op je idee. Bij mij gaat het niet om. Ik moet werken, mi musuro koga kondre. Dat wij allemaal opstaan en veel energie zet, stop in de productie, dan ga je zien, maar wie wil nog gaan werken? Allemaal een kalantig oorlog. Isabi. En naar wat voor leiderschap
moeten we uitkijken, vooral nu met ook oil en gas in zicht? Leiderschap als Santokje toch? Hij is de beste leider toch? Hij heeft het bewezen. De vertrouwen, wat heb je nodig in zulke dingen? Vertrouwen? Ja, men moet in jou kunnen vertrouwen. Vooral buitenland, maar gas en oil. Die maatschappijen zijn buitenlanders. Ze moeten vertrouwen in hebben. Heeft de man vertrouwen in jou? Dan ga je zijn net als Venezuela, zo en Nigeria, zoveel olie. En toch, Jopina. Even goed, kunnen ze toch bijvoorbeeld ook vertrouwen hebben in een Gregory Rusland, een Angelique del Castillo, een, ja, we kunnen het rijtje afgaan van de voorzitters van de verschillende politieke partijen. Nee, dat is een keuze die het volk moet maken, toch? Ik kan niet voor het volk bepalen. Ik praat over wat ik weet en wat ik meemaak. Waarom ik zeg, Santokje. En dat, kijk, ik ben niet zo... Alhoewel ik bepaalde van de leiders ken, ik ken de VP heel goed, Nami Brada. Ik ken meneer Rusland ook goed, maar niet die goed als hoe ik de huidige president ken. Want kijk, ik zit in het hoofdbestuur van de partij en ik heb rechtstreeks contact met die man. Dus ik zie hoe hij zaken aanpakt. Want bepaalde dingen, Milan Morosatu, misschien kan hij daarvan heet rapportie, maar is dat wel de juiste manier van handelen? Dus... Ja, als je die overweken neemt, dan zeg ik, nou, ik geef hem nog een tweede periode. Als het de tweede periode was waar genoeg middelen waren, dan was het iets anders. Maar Suriname, we zijn pas bezig eruit te krijgen. En deze man moest verstaan dat uno kan tak alade na Santokje potwina situatie. Het is niet waar. Het is overgenomen waar men eraan werkt om de economie te breken ofzo. Paya kan broma osonono. Denk je dat je het binnen één dag kan opbouwen? Het heeft weer tijd nodig, langzaam. En de economie werkt niet zo. En het heeft druk money. Iedereen geeft je 100.000 per man. Wat ga je ermee kunnen kopen? Als je dus, niet produceert, brada. Suriname is een importland. We consumeren. Alles importeren we. Dat kan je bouwen aan kondre op. Zoveel dingen is gedaan toch? Is om een sandu, maar de man is Lucas aan dat petak. Campus Dapara, Campus Damongotapu, water, Leiden, hier is de laatste was ik op Mata. De man is dus aan dat bestrijd. Je moet produceren en daarin moet de regering als tweede periode, tweede termijn, veel aandacht geven. Die mensen die willen produceren en exporteren, want daar alleen je vindt monitor. Suriname is geen... heeft geen gesloten economie als Albanië vroeger was. Isabi, alles moet je van buiten en je moet sabadala. We hebben olie, we produceren een beetje olie. Goud, de meeste wordt weggesmokkeld. Vis en dit en dat. Maar is het genoeg? Hout. Ik pleit voor meer productie. Laten we weer een bedrijf opzetten als Bruinzeel. Om zelf bepaalde dingen hier te doen. Laat SWM. Met de studie komen, voor mij het was al in de plannen om zelf water te produceren in bottel. In plaats dat we alle soort water importeren. En hoeveel productiebedrijven zijn er in deze periode opgezet? Ja, er zijn een paar wel opgezet. Kijk, de regering zet geen bedrijf op. De regering moet faciliteren. Ja, ze moeten het makkelijk maken voor investeerders om te kunnen investeren. Maar één probleem wat we hebben in dit land, onze bureaucratie maakt het onmogelijk voor mensen om te komen werken. Daarin zijn we weer het kampioen. Waar het heel makkelijk kan, brimmi brada, je wakate op den duur, wat duur krijg je? De maiko bakken, de maiko, de maiko. Je kan het lezen, het rapport van landen waar het heel moeilijk is business te doen. En die dingen moeten hersteld worden. Dingen moeten makkelijker gaan. We spraken een paar maanden geleden waren we op bezoek bij de Amerikaanse ambassadeur. En dit gaf hij ook aan. Suriname is zo moeilijk om business te doen. Dat mensen uitwijken naar andere landen. Terwijl we hebben alles hier. Wagron. Waarom werkte die plantage vroeger en nu? Om een plantage te. We willen niet terug naar de slavernij, maar ik bedoel... We hebben de mogelijkheden hier om alles te doen en te geven.
bauxiet is er nog. We hebben goud, we hebben hout, we hebben water, we hebben bossen, we hebben alles. Maar om cholera zijn nou, en mijn chef moet komen, dat niet alle, we moeten niet verwachten van regeringen dat ze alles moeten gratis moeten geven. Tegen DC, dat moet stem geven. Denk ook aan je nageslacht long term. Zo werkt dat denk. Die andere landen zijn vooruitgekomen, maar kijk hoe hard die mensen werken. Kijk maar naar de strijd in Amerika voor het presidentschap. De denk productie toch. De Tweede Wereldoorlog was alles vernietigd. Kijk die landen weer. Hard werken. Dus, en vanaf dat ik zeg, Surinaams volk, een deel althans, worden wijzer en wijzer om te kiezen voor long term ontwikkeling dan vandaag pakket, een 500 hier, en over 2 jaar dan ben je weer in dezelfde positie. En als ik kijk naar de verrichtingen van de president, de huidige president, dan zeg ik, hij is een leider die bindt. Hij gaat meer voor dialogen om zaken op te lossen dan mensen wegjagen. Hij is niet zo. Hij gaat voor dialogen praten totdat er een oplossing komt. Soms is het, ik zie dat het veel energie van hem vergt om iedere dag bezig te zijn met oplossen van problemen. Maar you are the man, he is the man. Can the next president in 2025. En maar problemen hangen naar de zaak. Ik ben trop bang aan dat. Dus jij mag je keuze hebben, maar ik mag mijn keuze niet hebben. Ik mag niet zeggen wat ik zie en wat ik denk. Dan ben ik geen politicus. Maar Chan, the next president.